Hartelijk welkom bij Zuiderzee Actueel vanaf de dek van de Rode Watervilla. Ik praat met Pieter de Vos over het DARP die gaat starten. En natuurlijk ook over de BU3. Een schitterend vaartuig, een schitterende botter die we toen hebben gevolgd toen die vanuit Schaveland, Kortenhoef, de haven binnenkwam. Pieter, welkom. Dankjewel Maarten. Ja, ik zei het al, met welk onderdeel wil je beginnen? Met de DARP of met de BU3? Nou, vandaag begint de DARP en met dit weer moeten we even een beetje over de DARP, hè? Want het heet voorjaarsrace, dus het is het voorjaar en ja. Dat kunnen we overal zien. Eendjes in de haven, mooi de bomen in de bloesem. Ja. En wij starten met zeilen. Ja, dan heb je het weer erg mee, het is vandaag zaterdag. Wind moet je ook hebben, hè? Ja, wind is nog even, het is een beetje blak hier rond de water. Een beetje? Een beetje blak op het water. Het water is vlak en geen wind, dus daar hopen we nog een beetje op voor 12. Oké. Wat betekent dat daarop vandaag, op zaterdag de 13e? Zaterdag de 13e. Het is de startwedstrijd. Zaterdag de 12e. Zaterdag de 12e. Ja. En vrijdag de 13e zat je mee. Ja. Nee, de DARP start altijd met een voorjaarsrace. En dat is een dagwedstrijd. En dan kunnen de schippers eens even laten zien wat ze nog kunnen na de winter. En dan begint de grote dinsdagavondwedstrijden tot aan de zomer. 21 wedstrijden lang, ook nog in het najaar na een zomerstop. En we gaan weer competitie zeilen en iedereen is er klaar voor. Ja. Ik sprak Rut Heijnen, ja, niet onbekend, die wint regelmatig. Ja, die wint heel vaak. En dat kunnen heel veel bottenschippers niet hebben. Dus iedereen is hard bezig geweest van de winter om zijn schip in optimaal vorm te krijgen. Er ligt er zelfs nog eentje op de helling die wil winnen. En er was weer een groot discussiepunt afgelopen schippersvergadering, want die hebben we altijd als democratische club, over de handicaps. En dat wordt weer heel spannend hoe dat gaat lopen. Ja. Daar kijkt dus iedereen naar uit. Alle boten zijn weer uit de winterstallingen en zijn worden opgemaakt voor de DARP vandaag, maar in ieder geval dinsdag de 15e. Dinsdag de 15e starten we weer en dan is het tot aan de zomer het grootste aantal wedstrijden, de dinsdagavonden, van 7 uur af. Elke dinsdagavond zijn we aan het zeilen en is er allemaal vol botters en dat is wel uniek. Dat is ook een schouwspel, hè? Eigenlijk moet je als toeschouwer hier op de kop van de haven komen kijken als ze uitvaren, hoe ze wedstrijden. Ja, de toeristen komen erop af, de mensen uit het dorp komen erop af, de leugenbanken stromen leeg, iedereen komt kijken. Ja. Het is altijd mooi. Wat voor rol heb jij daar persoonlijk in? Ik doe de PR rond het DARP en ik doe de organisatie gedeeltelijk samen met Even de Graaf, Rut Heijnen en nog een aantal mensen die in de commissie zitten voor een handicapsysteem. En dat doen we vanuit de Bruine Vloot en de WSV De Eendracht. En dat is een unieke combinatie. We zijn vorig jaar samengegaan nadat we 30 jaar bestonden bij De Eendracht. Zijn we samengegaan met de Bruine Vloot en zo proberen we breder draagvlak te krijgen. Ja. Ik heb hier ook de poster. De schitterende poster. Ik zie daar jouw hand in. Ja, dat is voordat als je grafisch ontwerper bent, dan kan je wat makkelijker wat dingen opmaken en wat makkelijker de PR doen, inderdaad. Ja. Nou, ik vind het schitterend, want de BU20 staat erop. Wat is dat verder? Is dat een pronkschip? Is dat de winnaar van... Deze foto is vorig jaar rond de Zuidwal gemaakt. En wat je hier ziet is een botter die eigenlijk heel diep in het water ligt. Yeah. En dat heet zuigwerking. We zitten hier aan de oude Zuiderzeekust en vroeger was dit het ondiepe gedeelte. En zodra een botte gang krijgt, gaat hij niet opstijgen zoals een vliegtuig, maar die zakt naar beneden. Okay. Dus het was heel mooi om te zien dat die botter echt diep het water in trok en steeds dieper ging liggen. En zonder te zinken natuurlijk, maar dat kwam door zijn gang. En gang is alles, zeggen wij altijd in het varen. En hier valt het heel mooi te zien. Het is echt dat schip dat bruiste er doorheen. Okay. Een botter optima forma. Ja, we staan op sinds 1984, dat is al een paar dagen. Oh, 2014, 1984. Als je nu heel snel rekent, dan zit je volgens mij op een stuk of 30 of zo. Vorig jaar was het 30ste seizoen en dit is het 30ste jaar. Okay. Dus dat loopt altijd natuurlijk één jaar scheef. Dus was vorig jaar inderdaad wat twijfel over of we wel 30 keer gezeild hadden. Maar ja, in 29 jaar zeil je 30 seizoenen. Okay. Goed, nou even genoeg over dinsdagavond rond- en platbodems. Een heel ander verhaal is die BU3. Ik heb het natuurlijk een beetje voorbereid zoals dat hoort. Van leerling naar meester in de voetsporen van Piet Dekker. Daar kom ik ook jouw naam tegen. Vertel even iets over dat stuk. Dat stond in de Tagrijn van 2011.
Ja, ik heb een interview gehad een aantal jaar terug met de scheepsbouwer die in Kortenhoef zit. Dat is een heel uniek werfje, echt heel, heel speciaal. En dat is een werf die bouwt nieuwe schepen. Maar daarnaast zat een oude werf en die restaureerde botters. En die restaureerde echt oud-Hollandse schepen. En die man kwam te overlijden en zijn leerling heeft het vak van hem weer overgenomen. En is zo aan de gang gegaan met de BU3. Die eigenlijk naar Kortenhoef kwam en is daar helemaal gerestaureerd en echt van onder tot boven helemaal gerestaureerd en helemaal authentiek. Ja. En toen kwam jouw schoonvader dat schip op het spoor? Ja. Of hoe is dat gegaan? Nou, dat schip, doordat de eigenaar dus overleed, de hellingbaas, kwam dat schip eigenlijk een beetje in mineur. Hij lag in Kortenhoef onder de bomen en dat is nooit goed voor een schip. Een schip moet varen en helemaal een houten schip, anders gaat hij lekken, hij gaat gewoon hard achteruit. Dus de eigenaar heeft toen gezegd van, nou, ik wil hem wel in bruikleen geven naar Spakenburg, want daar onderhouden ze schepen zo goed. Ja. En dat was de vrouw van de werfeigenaar en dat is Piet Dekker zijn vrouw. Ja. En die weduwe die heeft dus dat schip hier aan de vloot van Spakenburg gegeven om eigenlijk te kijken of we daar jeugd mee kunnen opleiden. Dat past ook weer helemaal in de traditie van de DARP. De DARP is eigenlijk een oefencompetitie. Leren zeilen met authentieke schepen. Okay. Dus niet alleen botters, maar ook andere platbodems die in de havens liggen. En je kennis opdoen. En daar past dit schip heel mooi tussen. Dus wij zagen het als DARP ook gedeeltelijk als doelstelling. Van jongens, we moeten watersport bevorderen. En we moeten ook uitdragen dat de kennis die er is ook overgedragen wordt op nieuwe mensen. Want die vloot moet hier blijven. Ja. Is het ook handig dat het niet zo'n hele grote botter is? Dat is ideaal. Het is een heel handzaam scheepje. Het is 9 meter. Een normale botter is 13 meter. Dus echt een fors stuk langer en een fors stuk zwaarder ook. Ja. En dit is een heel handzaam scheepje. En met weinig wind is het heel mooi manoeuvreerbaar. En het is heel licht om te zeilen. De blokken gaan niet zo zwaar. En het is gewoon heel lekker zeilen met bootje. Wat is het zo dat ik via jouw schoonvader ook hoor dat jouw naam eraan verbonden wordt? Hoe zit dat nou precies? Nou, dat hebben we vanuit de DARP gedaan. En ook de Bruine Vloot heeft een initiatief. Laat ik zo zeggen, de DARP staat eigenlijk wel helemaal los van alles. Dus de DARP is iets unieks. Maar we werken heel goed samen. En die jongens die hebben gezegd van, nou, we willen de traditie ook doorzetten. En wij moeten ook jeugd gaan aantrekken. En we moeten ook mensen gaan aantrekken die geïnteresseerd zijn. Dus eigenlijk is de combinatie wat nu allemaal op zijn plek moet gaan vallen, zodat dat allemaal goed gaat komen. En daar is één van de dingen voor nodig, dat scheepje hier blijft. Want er zit natuurlijk wel een verzekering vast, er zit wat havengeld aan vast. En dat moet heel langzamerhand toch betaald gaan worden. Ja. En daar gaan we nu naar kijken hoe we dat kunnen gaan opzetten en dat door kunnen zetten. Ja. Waar ligt hier? Want we staan hier dan zo mooi hierboven. Is het in de oude haven? Ja, hij ligt op dit moment nog bij de helling, bij de jongens van de bottenverhuur. En die hebben al 4 botters en die zijn heel hard bezig om al de doelstellingen die wij eigenlijk willen verwezenlijken ook te realiseren. Maar ook veel meer schepen werken daaraan mee, de hele vloot eigenlijk in de haven. En hij komt te liggen halverwege de havenstraat. En dat is duidelijk herkenbaar, want op de kop staat BU3. Ja, dat gaan we er vanmiddag maar op schilderen, maar het staat er nu niet op, want hij is net helemaal bovenop kaal gehaald door een aantal vrijwilligers. En hij is helemaal gelakt. Nou, ik geloof dat je er pas al een verhaal met Henk, mijn schoonvader, over gemaakt hebt. En er wordt heel hard aan gewerkt. Maar ja, dat soort dingen moet nou wel, dat kost ook, zo zit ook een kostenplaatje vast. Dat is altijd heel vervelend natuurlijk, maar het hoort wel. En daar zijn we nu mee aan de gang om dat rond te gaan krijgen. Een paar sponsors zou niet gek zijn. Een paar sponsors zou niet gek zijn, nee. Nou, we gaan het beleven. We gaan ook even kijken hoe die eruit ziet. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, ga met mij mee of ga met de cameraman mee. Want de BU3 ligt in de haven nog wel niet herkenbaar, maar eerdaags wel. Dit was Pieter de Vos. Vond een prettig gesprek. En gelijk het einde van Zuiderzee Actueel. Graag tot de andere keer. Dag.